Altijd, man. Jawel, mensen, Oer hier in de kleedkamer van Sportclub Enschede, zaterdag 2. Nou ja, dat de twee broers in één elftal spelen, dat hoor je wel vaker. Maar hoeveel broers spelen in dit elftal? Ja, zes. Harold, wil je even uitleggen hoe dat kan dat er toevallig zoveel broers in één elftal spelen? Nou, er waren vorig jaar wat broers die in dit elftal te samen voetballen. Dan zijn wat jongens uit de A1 die zijn overgekomen. En wat enkele jongens die hebben dit seizoen hun broer er ook bij gehaald. Dus in totaal hebben we nu 12 broers in het elftal voetballen. Ja. Ik heb het nog niet eerder gehoord, maar we gaan eens even de broers vandaag een beetje in de gaten houden of ze kunnen voetballen. En kijk, ze lachen al, ik weet niet of het goed is. Jouw broer is er niet, hè? Maar als ik zo gok, dan ben je wel de betere voetballer, of niet? Zeker weten. Wow. En wie is de betere voetballer? Hey, we gaan even aan de teamgenoten vragen. Welke van de twee is beter? Links of rechts? Steven! Welke, links of rechts? Welke is beter? Links. Linker? Links. Ja, dankjewel. Dus jij liep gewoon. Ik ben het toch. Boys, wie van de twee is beter? Ja, rechts. Ja, rechts. Als je voor de camera links, mag zitten. Links, links, links. Links? Links. Oeh, jawel, dit is hem. De spits met hits. Oh. Dat is een broertje, man. Maar voetbal jij wel? Ja. Oké. Okay. Ja, liever niet. Ja, liever niet hem, zo hoor ik. En waar is jouw broertje vandaag? Die is geblesseerd. Die heeft een mooie doodschap gekregen tegen Zuid-Esmarken. En ja, die voetbal voorlopig niet. Ik was zelf net weer fit, maar toch weer niet. En wie van de twee is beter? Jordi is beter voetballen. Ja. En hij doet ook. Kijk, de volgende twee, die komt net een beetje laat binnen, hè? Ja, wissel, vriend. Wissel. Nee, doe niet mee. Oh, je doet niet mee? Ik heb keelontsteking. Je hebt keelontsteking, ja, ik zie het. Laat eens even zien. Ja. Hey boys, welke positie spelen jullie? Middenveld. Aanval. Allebei op middenveld. En wie van de twee is de betere middenvelder? Sowieso ik. Oei! Ja, dat is niet waar. Dat is niet waar. En als hebben jullie wel eens ruzie? Worden. Ja, discussies. En wie wint er meestal? Ik heb altijd gelijk. En we hebben er nog één, heeft zijn broertje thuis gelaten. Jesper, hoe is het, vriend? Ja, goed man. En waar is jouw broertje vandaag? Hij heeft een liesbestuur, dus die komt later. Wie is de betere voetballer? Hij, absoluut. Oh, oké. Okay. Dus de eerste eerlijke broer. Absoluut. Hey boys, maar jullie moeten zo het veld op, hè? Ik zal jullie niet ophouden. Ik ga even kijken of jullie gewoon niet gelogen hebben en een beetje kunnen voetballen. Oh, snap je al, kerel. Kijk, de broers hebben al ruzie. En waarom speel jij niet dan? Last van de voet. Welke voet? Ik had hier gebroken. Maar je moest om 1:30 aanwezig zijn. Nee, ik niet. Oh. Hey, maar je broer zei net dat hij een betere voetballer is. In zijn droom. Lekker niek. Hey, maar alle broers staan gewoon wissel. Check dan, ze staan hier gewoon allemaal. Hey. Dan begin ik te zweten. 21 spelers, waarvan 12 broers, waarvan 8 wissel. Een overtreding van je broer, of niet? En jij zei net dat jij de betere voetballer was? Ja, ja, precies straks. Heb je die zon gezien, jongen? Oh, sorry. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, ik weet het zelf ook niet. Het is ongekend, maar ja, we staan wel eens vaker voor. En het ging weer uit de hand, dus we moeten nog 70 minuten, dus we zijn er nog niet. Ze snappen er allemaal niks van, hoe ze met tweede voor staan. Ja, ja. Hey boys, er is onderling met de broers tegen elkaar wel eens wat trammeland hier. Ja, valt wel weer. Ja? Ja. Meer broers onderling dan met andere broers? Nou, broers onderling niet zo heel vaak. Nee? Nee. Ja, dan meer andersom. Ja. Maar heel veel gezwerst is dit in dit elftal niet. Jullie zeggen allemaal chill, relaxed tegen elkaar. Nee, vind ik niet. Als leider was. Ja, maar jij als leider, daar komt het door. Yo, kijk, een van de broers naast me. Hey, Sam, heel eerlijk. Ik zocht eigenlijk een actie van jullie. Dat er wat dingen mis zouden gaan.
Ja, weinig gezien of niet? Ja. Ja. Altijd, jongen. Nee. Die tweede helft netjes altijd, man. Blijf gefocust, man. Het is rust, jongen. Lekker, jongen. Nee, het is rust. Ja, we mogen toch wel blij zijn, dan niet, jongen. De wedstrijd, je mag wat blij zijn als je hebt gewonnen. Hé, jongens, zo gaat het goed. We hebben vaak 2-0 voor gestaan met 70 jaar. Even een SO naar de nummer 1 maken, hè. Dat was een mooie goal. Eerlijk gezegd, de eerste goal. Die was wel gruwelijk, hè. Omschrijf je goal eens. Ja, het is gewoon Messi van de kelderkassen, maar gewoon ik zag het licht, ik zag de kans, ik dacht ja, fuck mijn teamgenoot, ik ga zelf en ja, dat is dan maar een goal, weet je toch. Dus ja, ik ben wel heel trots op. Hey, Leusje, je staat gewoon 2-0 voor nou. Tegen eigenlijk gewoon een ongeslagen kampioenskandidaat, dat is gewoon hartstikke goed, jongens. Jasper, ik ga er vandoor. Ik vind dat de broers het goed hebben gedaan. Twee mooie goals gezien. Fantastisch. Toch? En je bent wel streng man in de kleedkamer. Moet ook. Ik heb je ook langs veld zien staan. Jij bent ook niet aardig. Ja. Maar luister. Dat is het resultaat, hè? Nou, Jasper. Beste broers, heel veel succes van me. We gaan gewoon winnen vandaag. Jullie hebben het goed gedaan. Geef die 2-0 niet uit handen. Nee. Hou me even op de hoogte hoeveel het geworden is, want ik ga er vandoor. Die maag ja? Dankjewel, hè. Broers, kalle mannen. Yo, hey, rustig gaan.